En wij besluiten het Binnenlands Nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 7:30. In de avond kunnen we enkele plaatselijke buien verwachten. Tegen het einde van de nacht kan er plaatselijk nevel of mist ontstaan. Morgen kan er van 's morgens tot in de vooravond lichte tot matige buien verwacht worden in het kustgebied. In het zuiden van het land worden matige tot mogelijk lokaal zware onweersbuien verwacht met mogelijke windstoten. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat er kans is op zware onweersbuien en windstoten. En tot zover de binnenlandse berichten in het journaal.